Ik ben Martin Dabbel, Belgisch kampioen panna en elke week leer ik jullie een super tof trucje aan. Voor we eraan beginnen, wil ik jullie nog voorstellen aan mijn assistent, Luca Koe. Kom er maar bij. Voilà, dat is dus Luca de Koe. Jullie dachten misschien dat het Romelu Lukaku ging zijn, maar die kon er helaas niet bij zijn vandaag. Maar Luca de Koe is minstens even goed, hè, toch? Voilà, we gaan er gewoon aan beginnen. De truc die ik jullie ga aanleren is de AK 3000. De AK3000 bestaat uit drie stappen. De eerste stap is dat je de bal in de lucht brengt. Ik ben rechtsvoetig, dus ik breng de bal in de lucht met mijn rechtervoet. Stap 2. Laat de bal vallen op de kuit van je andere been. Bij mij is dat dus mijn linkerbeen. Stap 3. De AK zelf. Voordat de bal op de grond botst, breng je de bal met de linkervreef terug in de andere richting. Dat is een van de meest spectaculaire passeerbewegingen die er bestaan, maar daarom ook een van de moeilijkere om in te oefenen. Gelukkig heb ik nog een assistent die speciaal voor jullie de AK3000 zal demonstreren. Luca de Koe, kom erbij. Allee. Die zit hier nu gewoon de krant te lezen. Ja. Oké, niet te veel show. Doe maar gewoon. Nee. Ja, misschien is Luca dan toch niet de ideale assistent. Misschien iemand van jullie thuis die mijn assistent wil worden. Gewoon beginnen trainen en die AK3000 gaat sowieso lukken. En we gaan al bij Luca beginnen, want hij heeft nog heel veel training nodig. Ja, we gaan eraan beginnen, Luca.